laat op. 80. Ik zit hier in de auto met Daniel Struik van Bergen. Mijn neef. Grote neef. En heb jij eerder op een elektrische auto gereden, Daniel? Nee, nog nooit. Nog nooit. Ja, wel de hybride auto's. Van zo'n Lexus hybride. Mm-hmm. Dus dan is het eerste stukje elektrisch, maar niet compleet elektrisch. Ja, ja. Even gas. Wat vind je ervan, hoe die rijdt? Ja, ik vind het heel relaxed rijden. Ik bedoel, dat motorgeluid. Kijk, als je een duurdere auto hebt die je koopt voor het motorgeluid, is het natuurlijk leuk. Mm-hmm. Maar bij eigenlijk alle auto's die je rijdt, gaat het helemaal niet om het motorgeluid. Dus dan kun je het goed weglaten. Dus ik vind het helemaal super. En jij rijdt de duurste auto's, hè? Want wat is jouw bijbaan? Studentchauffeur. Ja. Hoe kun je dan? Nou, dan rijd ik mensen die zelf niet willen rijden of die bijvoorbeeld moeten werken onderweg. Die zitten dan achterin en die rijd ik langs hun afspraken. Op mijn vrije dagen als ik niet als ik geen college heb. Ja. Wat studeer je? IBL op de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Dat is International Business and Languages. Dat houdt in? Eigenlijk een soort commerciële economie, alleen dan internationaal, dus met talen. Dus met Frans en Spaans en dan nog Business English krijg je erbij. En welke talen spreek je goed? Nou, ik heb dus gekozen altijd voor Frans en Spaans. En nou ben ik net een half jaar naar Spanje geweest om daar stage te lopen. Nou is mijn Spaans heel goed, alleen dat heeft mijn Frans weer helemaal aan de kant gezet. Dus op dit moment is het Engels, Spaans en mijn Frans moet ik weer even aanwerken. Ja. Hey, en je bent ook behoorlijk bezig met nieuwe media, hè? Ik zie je tenminste altijd op Twitter rondhangen en blogs maken en dat soort dingen. Hoe vind je dat gewoon interessant of zie je dat iets als ook belangrijk voor business? Ik vind het eerst gewoon hartstikke leuk. Hartstikke leuk om te doen. Hartstikke leuk om te zien wat vrienden van mij bezighoudt. En waar ze zijn en wat ze meemaken. Als er daar iets geks is, dat ze daar een foto van maken, dat ik dat ook gewoon meteen zie. Mm-hmm. Dat vind ik hartstikke leuk. En natuurlijk is het interessant voor een business, maar ik denk niet voor elke business. Dus, kijk of ik hier heb. Ja. Dus, social media wordt natuurlijk wel al heel erg veel gebruikt. Er zijn heel veel medestudenten ook van mij die dus wat gaan ze onderzoek doen? Dan gaan ze een social media onderzoek doen. En toch een beetje dat iedereen altijd maar denkt dat je daar nou echt alles uithaalt. En dat het zoveel winst extra maakt. Als je dat moet je doen. Ik denk dat dat wel een beetje afhangt van waar je mee bezig bent als bedrijf. En dat het niet voor iedereen nodig is. Mm-hmm. Wat heb jij voor een stage gedaan? Een marketingstage bij González Bias. Dus in Zuid-Spanje. Dus dat is de wijnen en de sherry. Dus ik heb veel ook geleerd van de wijnen. Dat is een mooie bijkomstigheid. Mm-hmm. En de internationale business daar. Wat heb je daar gedaan voor internationale business? Ik heb er geholpen. Ik hielp vooral de marketing manager en de PR manager met alle activiteiten, dingen organiseren. Rechtsaf. Het is moeilijk, hè? Multitasken ben ik niet zo goed in. Hop. Nou, het is een automaat, dus zoveel hoef je nou ook weer niet tegelijkertijd te doen. Maar kijken en je moet nu een afstudeerscriptie gaan schrijven. Wat voor bedrijf zoek je? Ja, daar ben ik eigenlijk. Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen wat voor bedrijf. Ik vind heel veel dingen leuk. Ik heb heel veel interesses. Dus het gaat er meer over of het een leuke opdracht is. En het bedrijf, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ja, wat voor soort opdracht zoek je? Het moet in ieder geval vanuit de opleiding internationaal georiënteerd zijn. Dus het lijkt me leuk om een opdracht te doen waar een bedrijf ook echt iets aan heeft. Als ze bijvoorbeeld nadenken om naar het buitenland toe te treden. Dat ik daar een entry-strategie voor schrijf. Maar het kan ook op heel andere gebieden. In ieder geval wel iets internationaals. Dat lijkt me gewoon hartstikke leuk. Mm-hmm. En ook gewoon noodzakelijk, zeg maar. Ja, dat ook, ja. Dus als je wil, is het dan, je hebt nu een drankbedrijf gedaan. Wil je een technologiebedrijf? Of wil je gewoon een utilities bedrijf? Of is er geen of wil je echt zeg maar vooral niet met social media of wel? Hoe heet het? Die wijnwereld was hartstikke leuk en ik had ervoor eigenlijk ook nooit zo over nagedacht en ik vond het echt hartstikke leuk. Dus om daar door te gaan, dat lijkt me ook heel leuk. En het hoeft niet speciaal wijn te zijn, maar dus food en dat lijkt me leuk. Maar technologie heeft altijd al wel mijn aandacht gehad. Ik ben ook wel technisch ingesteld. Dus dat is altijd wel, lijkt me ook heel leuk. Ja, het is niet echt, ik heb daar niet echt een duidelijke keuze in eigenlijk. Mm-hmm. Je vindt het makkelijk om enthousiast te worden voor nieuwe dingen. Ja, inderdaad, ja. Dus als je maar ergens opzet, dan word ik dan wel enthousiast voor. En dat komt dan wel. Maar nu, op dit moment kan ik me niet zo goed zeggen wat ik leuk zal vinden, nee. Okay. Waar ben je goed in? Waar ik er goed in ben is denk ik netwerken.
En vooral, ja, dus vooral veel met mensen omgaan. En daarin in mensen overtuigen. Dat soort, vooral met mensen, daar ben ik goed in. Ja, ja. Maar als je een onderzoek doet, dan hoef je niet zoveel mensen te overtuigen. Dan moet je ze meer naar luisteren en opschrijven en analytisch zijn. Ja, ja, nee, inderdaad. Maar dat is nog steeds wel heel veel met mensen omgaan, uiteraard. Dus daar ben ik ook goed in, naar mensen luisteren. En kijk, weer misschien meer uit mensen halen wat ze normaal niet zouden zeggen. Dus dat is alsnog wel met ze praten, uiteraard, ja. Daniel, analytisch. Hoe goed kun je met gewoon logisch nadenken, cijfers... cijfers, modellen maken en dat soort dingen? Ik denk dat ik wel iets heel duidelijk kan maken door middel van door analyseren. Om dus ook weer uiteindelijk toch weer mensen te overtuigen. Want ook al schrijf je een advies, je moet toch uiteindelijk het bedrijf overtuigen dat het een goed plan is. Mm-hmm. Dus ik ben niet heel analytisch ingesteld. Maar ja, vanuit de opleiding moet natuurlijk altijd wel veel moeten doen. Gaan we hier... Volgende stoplicht. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. En wat is nou eigenlijk je grote zwakte waar je echt eens een keer iets aan moet doen? Nu, op 22-jarige leeftijd? Nou, mijn zwakte vind ik zelf bij mijn talen. Dat ik dat gewoon niet genoeg... dat heb ik wel op school dus heel veel gedaan. Hier naar rechts, hè? Ja. En, maar dat ik daar toch eigenlijk te weinig voor geoefend heb. Dat ik het niet echt goed om mijn knie heb. Dat vind ik een zwakte van mezelf. En voor de rest vind ik een zwakte dat ik... denk ik snel wel een beetje ben uitgekeken. Dat ik altijd wel nieuwe dingen zoek. Het zou ook goed zijn om een keer aan iets vast te houden misschien. Hoe lang heb je huidige vriendin dan al? Ja, dat is al wel weer een tijdje. Maar dat lost ervan, hè? Oké. Okay. Hey, wat heb je zelf voor een telefoon? Ik heb een iPhone 4. Ja. Wat voor apps gebruik je erop? Ik gebruik veel, zoals je ook door mijn baantje natuurlijk, veel geïnteresseerd in auto's. Dus ik kijk eigenlijk altijd als ik in bed lig, lees ik wel even nu.nl, Autoblog, Autoweek. En ook de Bright app vind ik erg leuk. Ik krijg altijd de product reviews en zo vind ik altijd erg leuk om te kijken. Mm-hmm. En een app die ik veel gebruik is Moby Pictures, weet je wel, Facebook. Dat zijn gewoon een beetje de social media apps. Twitter, ja, uiteraard. Ja. Wat is het belangrijke, Twitter of Facebook? Voor mij Twitter, omdat hier rechts, hè? Ja. Omdat veel meer vrienden van mij gewoon op Facebook zitten. En daar eigenlijk ook veel meer mee bezig zijn. En daar dingen op zeggen waar ze mee bezig zijn in plaats van Twitter. En op Twitter volg ik ook heel veel mensen waar ik eigenlijk niet direct zoveel mee te maken heb. Dus vind ik ook minder interessant om daar eigenlijk over te lezen wat die bezighoudt. Dus Facebook kijk ik eigenlijk wel vaker op. Oké, dus je vindt Facebook belangrijker dan Twitter? Ja, ja. Maar dat komt denk ik meer door de generatie of zo. Ik ben best wel vroeg begonnen met Twitter. Ja. Toen eigenlijk niemand van mijn vrienden twitterde. Dat zijn er nou wel meer geworden. Mm-hmm. Maar dus het wordt wel belangrijker. Maar op dit moment... Oude ooms een beetje te volgen. Ja, nou, daar ben ik wel. Dat was wel de eerste reden dat ik ben gaan twitteren. Om te kijken wat jij allemaal deed. Mm. Oké. Okay. Nou, dit was de eerste... testrit in de elektrische auto. En eens kijken of er bedrijven reageren. Hoe kunnen ze jou bereiken? Twitter, @DanielSVB aan elkaar. Of e-mail, Daniel Struik met @gmail.com. Twitter is makkelijker. Oké, dank je.